De historische stadskern van het vestingstadje Woudrichem is in prachtige staat. De Sint-Martinuskerk, de eeuwenoude monumenten en de vestingwallen zijn beeldbepalend voor dit mooie stadje. In de vroege middeleeuwen is Woudrichem een kleine marktplaats die zich snel uitbreidt. In de tweede helft van de 14e eeuw verwerft stadsrechten en visserijrechten. Veel doet ons nog herinneren aan deze bloeitijd. Er komen hoge stadsmuren, vestingwallen en de Sint-Martinuskerk wordt gebouwd. Ook kasteel Loevestein stamt uit deze tijd. De bezettingen door de eeuwen heen van watergeuzen, Spanjaarden en Fransen hebben de stad zwaar doen lijden. Ook regelmatige overstromingen eisen hun tol. Vanaf begin 19e eeuw maakt Woudrichem deel uit van de oude Hollandse waterlinie die het westen van Nederland beschermt tegen indringers door land onder water te zetten. De stad valt nu onder de Kringenwet en bebouwing rond de vesting is vanaf dan verboden om het Schootsveld vrij te houden. Met de vestingwet van 1874 verdwijnen de vergoedingen voor kost en inwoning van garnizoenssoldaten bij gastgezinnen. In de jaren 30 verergert de armoede verder. De bouw van waterkeringen doet de visstand in de rivieren geen goed en de zalm verdwijnt zelfs in zijn geheel. Veel vissers raken werkloos. Woudrichem verarmt en verpaupert. Eind jaren 60 is 30% van de huizen onbewoonbaar en zijn de monumentale panden in zeer slechte staat. Sinds de oprichting in 1911 zet erfgoedvereniging Heemschut zich in voor bescherming en waardering van de schoonheid van ons land. Bij haar 60-jarig bestaan in 1971 start Heemschut een grootschalig restauratieproject. Het is een jubileumactie die oproept tot behoud van leefbaarheid van de omgeving. Voorzitter Hoegen kondigt aan dat huisvesting en monumentenzorg vanaf dat moment hand in hand dienen te gaan. Het in verval geraakte Woudrichem sluit goed aan bij deze jubileumplannen. Qua restauratie en herstel zal de vestingstad een voorbeeldfunctie worden voor andere steden en dorpen. Om de vervallen stadskern aan te pakken is veel geld nodig. Met de onthulling van een gedenksteen door Prins Claus start op 14 mei 1971 de landelijke actie van Bond Heemschut. Het is met veel plezier dat ik vandaag met het inmetselen van een steen in deze eeuwenoude muur het startsein mag geven voor deze landelijke actie van Bond Heemschut, spreekt Prins Claus. Ik hoop dat de actie een groot succes wordt, dat u veel geld bij elkaar brengt en dat uw bond zijn zegenrijke activiteiten in dienst van de schoonheid van ons land ook de komende 60 jaar en nog veel langer met evenveel resultaat zal mogen voortzetten. Er wordt veel geld opgehaald dat de restauratie flink helpt. Ook leidt dit mede tot de oprichting van het Nationaal Restauratiefonds. Door middel van een lening, gebaseerd op een revolving fund, worden eigenaren van monumenten geholpen bij de vaak kostbare restauraties. Op de lege plekken in de stadskern van Woudrichem zijn nieuwe woningen gebouwd in historiserende stijl. In 1974 is in één van deze huisjes een gevelsteen ingemetseld ter herinnering. Nu, 50 jaar later, is de restauratie van het beschermde stadsgezicht van Woudrichem een schitterend voorbeeld van geslaagde bescherming van erfgoed. Het is een aangename historische omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren. Een toeristisch betoverende plaats die deel uitmaakt van het nationaal landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie. In juni 2021 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan voor een bouwproject in Woudrichem. In het schootsveld van de historische vesting zou de waterlinie ernstig worden aangetast. Het is van groot belang om ook de omgeving van monumenten en beschermde stadsgezichten te beschermen. En dat maakt het werk van Heemschut relevant. Nog steeds, ook na de viering van ons 111-jarige bestaan.